Goedendag, er was weer flink wat neerslag dit weekende. Op sommige plaatsen meer dan 40 mm water in korte tijd of in een redelijk korte tijd. En dat leidde in ieder geval ook tot grote plassen zoals hier op de camping. Ja, het is niet echt campingweer geweest de afgelopen weken in sommige delen van het land. Komende week wordt het weerbeeld wel wat beter en we krijgen zelfs weer wat zomerse trekjes in de tweede weekhelft. En dat is toch op zich best wel mooi meegenomen na al dat wisselvallige weer. Op de weerkaarten zien we nog steeds zondagavond een noordwestelijke stroming waarin buien worden aangevoerd. Het heeft allemaal te maken met het lage drukgebied dat dit weekeinde is gepasseerd en inmiddels naar het noordoosten is weggetrokken. Die buien die gaan nog wel eventjes door in de avond en nacht, maar maandag overdag ziet het er allemaal net wat rustiger uit. En zijn er ook perioden met zon, dan wordt het best een hele aardige dag. Op dinsdag daarentegen is de buienkans weer wat groter. Ondertussen zien we wel op de weerkaart eigenlijk een uitgestrekte band van hoge luchtdruk die zich uitstrekt over de Azoren richting Frankrijk en dan naar het zuidoosten van Europa. Aan de noordzijde hebben we te maken met die westelijke stroming die dan op dinsdag nog wel wat buien brengt. Maar woensdag waarschijnlijk al de eerste droge dag gaat opleveren in een groot deel van het land. En de temperatuur kan dan ook best wel aardig oplopen. Als ik de animatie weer in beweging zet, dan zien we dinsdag die buien inderdaad. Maar woensdag nog steeds dat hoge drukgebied. En overdag is de kans op buien dan klein. Dan zien we een kern van hoge druk woensdagavond boven Centraal-Europa ontstaan. En dan krijgen we een wat meer zuidelijke stroming in ons land. Dat betekent dat donderdag, maar ook vrijdag, die temperatuur wat omhoog kan gaan. Het kan dan regionaal zomers warm gaan worden in het zuiden en zuidoosten. Maar dat niet alleen. Het is dan ook droog weer en er zijn flinke zonnige perioden. Ik zet de animatie weer even in beweging. En dan zien we dat dat hoog uiteindelijk ook wel weer een beetje wegtrekt. En dan krijgen we vanaf het weekeinde toch weer even wat meer die westcirculatie. Ik zet hem weer snel stop. We zagen het al, in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen dan een paar buien tot ontwikkeling komen. Die westcirculatie die voert natuurlijk iets minder warme lucht weer aan. Maar het hoge drukgebied, dat is ook nog steeds wel in de buurt. En het lijkt erop dat dat hoge drukgebied wel weer een belangrijke rol gaat spelen. Ja, zeg maar na zondag, dus die week die dan volgt, zien we ook weer hoge druk invloeden. Ik zet de animatie aan, dan kunnen we dat ook zien, dat dat hoog gaat opbouwen weer richting Frankrijk en Centraal-Europa. En dat we dan uiteindelijk te maken gaan krijgen met een hoge drukgebied boven Europa. Plaats van het hoge drukgebied is natuurlijk belangrijk, want als we nu hier kijken, dan zien we eigenlijk in het zuidelijk deel een meer oost-zuidoost component. Terwijl in het noorden, daar is die stroming wat meer westelijk of zuidwestelijk. Dat kan ook nog. In ieder geval, hoge druk invloed, rustig weer. Welke kant het opgaat met de temperatuur, dat is allemaal nog wel wat onzeker. In ieder geval is de kans op neerslag na zondag weer erg klein. En krijgen we eigenlijk alleen op zaterdag even te maken met een intermezzo, waarschijnlijk met buien. Want dat sluit ik zeker niet uit. De kaart van morgen die ziet er als volgt uit. Zonnige periode en lokaal nog een buitje. Het worden niet zo heel veel buien, denk ik, op maandag. Ik denk dat op veel plaatsen zelfs ook droog blijft. Wel nog die lage temperatuur van 18 of 19 graden met die matige noordwestenwind. En kijken we dan iets verder, dinsdag, woensdag, donderdag, dan zien we dat die temperaturen omhoog gaan. Dinsdag juist wel weer wat meer buitjes, denk ik. Maar woensdag grotendeels droog, 20 tot 23 graden dan. En donderdag kan het dan 22 tot 24 graden worden. Misschien op een enkele plek 25 graden. Dat is zeker niet uitgesloten. Wat doet die neerslag dan? Nou, dat kunnen we mooi laten zien. We zien op maandag en dinsdag nog wel die buienkans die aanwezig is. Die maandag neerslagkans, dat zit vooral in de nacht van zondag op maandag. Dan vallen er echt nog wel een aantal buien. Woensdag en donderdag, dat zijn dan droge dagen zoals het er nu uitziet. Met vrijdag kans op een bui. En dan blijft eigenlijk die kans zo'n beetje rond die 25%. Nou, dat is prima, daar is helemaal niets mis mee. Dat betekent niet dat we een hele droge periode tegemoet gaan, maar zo af en toe een bui, dat is wel mogelijk. Wat doet de temperatuur? Kunnen we ook mooi zien. In ieder geval die temperaturen op donderdag en vrijdag eventjes wat hoger. In het zuiden en zuidoosten mogelijk wel rond die 25 graden. Maar in het midden op mooie temperaturen die passen bij deze tijd van het jaar. We beginnen dus wel met wat te koud weer. En dan in het weekend zakt die ook weer even wat terug. Maar daarna gaat die wel weer omhoog. En zitten we echt op temperaturen die heel goed passen bij deze tijd van het jaar. We hebben zelfs de kans dat het nog wat warmer gaat worden. Dit is voor Midden-Nederland. In het zuiden is het nog wat warmer. In het noorden een graadje minder warm.
dat het wat warmer wordt, kunnen we ook mooi laten zien aan deze grafiek. Want we zien eindelijk die tabel weer eens een beetje oplopen met kans op zomerse temperaturen. 25 graden hebben we het dan over. Nou, dat zien we in de week na deze week, maar ook dus op de dagen donderdag en vrijdag. Met tropische hitte hoeven we geen rekening te houden voorlopig. Daarvoor blijft de temperatuur te laag. Nou, dit is voor regio Midden. Kan u ook nog eventjes voor het Zuidoosten iets laten zien. Daar is het over het algemeen warmer. Nou, dat komt ook tot uiting in de staafjes die we hier zien. Maar het patroon, dat is toch wel heel duidelijk hetzelfde. Donderdag, vrijdag en dan in de loop van volgende week weer wat hogere temperaturen. Kortom, de zomer is nog niet helemaal verloren. We gaan toch echt wel weer naar wat meer Hollands zomerweer. Dat minder wisselvallig is deze keer. Nog fijne dag.